Vandaag is Omroep Venderaai op bezoek bij Peelkudde de Schaapsdrift. Herde Tieneke die heeft de leiding over deze kudde, waarmee ze in en door Venderaai trekt om de natuur te begrazen. Dit is een bijzondere tijd, want in deze periode worden de lammetjes geboren. Ah, Tieneke. Ja. Fijn dat we jullie op bezoek mogen komen bij Peelkudde de Schaapsdrift. Hoe is de stand van zaken nou? Welke schaapjes zijn nou binnen? Nou, we hebben natuurlijk in totaal 256 schapen om te lammeren. Dat zijn er een heleboel. Daar komen om en nabij 424 lammetjes uit. Ze worden gedekt in september, oktober. Daarna worden ze in december worden ze gescand, zodat we weten of ze drachtig zijn en hoeveel lammetjes dat erin zitten. Op het moment dat ze gedekt worden, krijgen ze van de ram een kleurtje op hun billen. En aan de kleur van de billen kunnen we dus zien wanneer ze gedekt zijn. Ah, oké. Okay. Ja. En in die volgorde komen ze ook naar binnen. Ja. Dus welke zijn er nu binnen? De gele groep zijn we mee begonnen. Dat waren er 55. Toen kwam de groene groep, dat waren er 140. Dus dat was een hele drukke grote groep. Ja. En daarna komt de blauwe groep, die staat nog buiten, samen met de zwarte groep. En dan zijn we klaar. En in totaal duurt het ongeveer 6 weken. Nou, ze mogen zo lang mogelijk buiten blijven, want ja, buiten groeit het gras. En ja, dat is altijd fijner natuurlijk. Ze bleven tot ongeveer 20 januari buiten. Daarna werden ze geschoren en dan alleen de kontjes. Met z'n allen? Alle schapen? Alle schapen kwamen naar binnen. Okay. En dus alle 256. Zo. En alles kwam naar binnen en daar worden ze dan alleen de kontjes geschoren. En als ze geschoren zijn, dan gaan we selecteren in kleur. Dus de geel gedekte, dat is de eerste groep, die bleef binnen. Ja. En alle andere dieren gingen weer terug naar buiten, omdat die gewoon buiten natuurlijk... Die waren ook nog niet aan de beurt met lammeren? Nee, gewoon nog niet aan de beurt. Ja. Dus, en die doen het buiten natuurlijk veel... Het is buiten veel fijner als binnen. Dus dat is het geheim van de kleur op de kontjes van de schaap, zeg maar. Ja, ja. Dat je als herder kan zien welke schaap ze het eerst moeten lammeren. Ja, ja, heel handig. Heel handig. Handig trucje. Ja. Maar de hond, waar zijn jullie dus nou werkeloos in deze periode? Heel saai voor de hond. Ik wil ook geen hond op stal, want het geeft heel veel onrust voor de schapen. Ze hebben natuurlijk een heel sterk moedergevoel, dus ze willen heel graag de lammetjes beschermen. En dat zorgt alleen maar voor veel stress. Ja. En dus de honden die krijgen 2-3 keer per dag toch wel hun uitstapje even buiten de stal. Maar binnen moeten ze, of s'avonds zijn ze gewoon lekker thuis en binnen. Maar een beetje vervelend doen ze zich wel. Ja, ja, dat snap ik. Ja. Ik zie verschillende compartimenten hier in de stal. Waar zijn bijvoorbeeld de schaapjes, de lammetjes die het eerst geboren zijn? Nou, sowieso, de stal verandert iedere week wel. We beginnen altijd met de selectie op kleur natuurlijk van wanneer ze moeten lammeren. Daarna doen we de selectie in eenlingdracht of tweelingdracht of zelfs in enkeling met drielingdracht. Ja. Die zetten we bij elkaar. Dus we zetten de tweelingen in een groep en de eenlingen. In totaal hebben we daar 4 of 5 hokken voor in beslag. En naarmate er lammetjes geboren worden, gaan we de groepen weer uitbreiden vanaf het groepshok. Daar waar ze lammeren, gaan ze naar het kraamhokje. In het kraamhokje krijgen ze even de tijd om beter moedergevoel te krijgen en een goed contact te ontwikkelen. Daarna krijgen ze een O-nummertje, dat is natuurlijk verplicht. Als alles goed is en het is een gezond koppeltje, dan gaan ze weer terug naar een kleuterklasje, zoals we het noemen. En dan gaan we de eenlingen, dus de ooien met 1 lammetjes, die gaan in een aparte groep als de ooien met 2 lammetjes. En zo verdelen we de stal iedere week weer in een andere volgorde in. Nou, Tieneke, wat mooi. Zo waren de lammetjes die het eerst geboren waren. Ja, 2 witte en een donkere. En ooien met 3 lammetjes, daar halen we altijd 1 lammetje vanaf, omdat de ooi niet goed kan zorgen. De eerste 48 uur blijven ze erbij, bij de moeder, omdat ze dan heel noodzakelijk toch de bies nodig hebben. En daarna halen we eigenlijk het lammetje wat het minst goed doet bij de moeder, die halen we eraf en dat wordt een flessenlammetje. Dus en uiteindelijk, de moeder is hartstikke blij met de overgebleven 2, dus ze komt niks tekort. Ja, daar kan ze natuurlijk nou goed voor zorgen. Ja. En die andere zitten apart bij elkaar in een hokje? Ja.
Ja, we maken altijd een beetje een pleeghokje. Dus de ooien die niet goed voor hun lammetjes kunnen zorgen. Of die om welke reden dan ook het lammetje niet willen. Of ja, je kunt ze gek niet bedenken. Die zetten we dan in een groepje. En dat zijn alle pleeglammetjes bij elkaar. Ja. Dus lekker onder de lamp. Hoeveel drielingen zijn er dit jaar geboren? Volgens mij zijn het er 8 in totaal. En het is voor dit ras best bijzonder. Maar het heeft eigenlijk vooral te maken met het seizoen. Het was een topseizoen afgelopen jaar. Veel afwisseling en regen, zon en dus perfecte groei van hetgene waar, ja, wat ze in de natuurterreinen konden grazen. Dus in die zin hadden ze gewoon een hele goede conditie. En dan merk je al gauw dat er ook wel wat meer drielingen zijn. Ik ben er niet zo blij mee. Maar goed, want die derde is eigenlijk altijd te veel. Ja. Wat is de stand van zaken op dit moment? Hoeveel lammetjes zijn er op dit moment geboren? Dat is een hele goede vraag, want gisteravond was het 10:30 en het bleef maar geboren worden. En vanochtend lagen er alweer volgens mij 20 lammetjes. Dus toen was het echt wel even puzzelen wie hoort bij wie. Maar goed, het zijn wel de drukste dagen vandaag en gisteren en ergens ook wel. Maar als ik nou moet gokken, denk ik dat we op een 200 lammetjes zitten. Dus wel op de helft. Op de helft? Ja. Ja, er staat dus nog een groep buiten. Die moeten nog lammeren. Wanneer komen die dan op stal? Wanneer gaan de eerste schaapjes Ja, die groep die is vanaf maandag aan de beurt. Dus die komen zondag of zaterdag komen die naar huis. Dus, en dat is voor hun tijd zat. En maken de schaapjes hier dan plaats voor die groep? Of hoe gaat dat? Ja, de oudste eenlingen, dus ooien met één lammetje, die gaan naar buiten. En dus die maken eigenlijk weer een hok vrij. En zodra het hok vrij is, dan kunnen die anderen daar weer in. Maar met een weer zoals vandaag, het is veel regen en een beetje wind, hou ik ze liever nog een dagje binnen. En morgen schijnt de zon. En dan kiezen we ervoor om ze morgen lekker naar buiten te doen. Dat wordt een mooie lentedag morgen. Ja, dan. Heerlijk. Ja, ja. Super. Ja. Maar ja, in principe kunnen de schapen nog wel natuurlijk wel heel wat kou verdragen. Wat zijn de temperaturen die de schapen kunnen verdragen? Nou, vorig jaar gingen ze naar buiten met -6. En dat kunnen ze prima hebben. Zoals je ziet, ze worden geboren met een heerlijk warm, wollig vachtje. En ze maken gebruik van de warmte van de moeder om lekker tegenaan te gaan liggen. Het wordt vervelend als het de hele dag regent en ze dus van een warme stal in één klap naar buiten gaan. En dus in de regen terechtkomen. Dus ja, dan kiezen we ervoor om een dagje te wachten en ze dus wat later naar buiten te doen. Ja. Een jongen en een meisje. Goeie melk. Aan ieder speentje. Goeie melk aan twee kanten. En mooie tandjes. Vertel eens wat meer over deze twee schaapjes die we hier zien. Lammetjes zijn het, hè? De grootste en de kleinste. Zij weegt 1,5 kilo. Hij weegt 8,5 kilo. Dat is ook een zij trouwens. Allebei meisjes. En ja, dit is er een van een drieling. Dus ook wel een reden om klein te zijn. Een normaal formaat is eigenlijk dit. Dat is ongeveer 4 kilo. Nou, deze is wel extreem groot.
Maar er zit ook verschil in ras. Dit is een Kempisch heideschaap, net als alle moederdieren. Ja. En dit is een Suffolk kruising met een Kempisch heideschaap. Dus de moeder is een Kemp en de vader is een Suffolk. En we doen dat bewust omdat we niet alle lammetjes zelf aan willen houden. De lammetjes die uiteindelijk mogen blijven, dat is een selectie met name de Kempen ooitjes, dus de dames. En de Suffolkse kruisingen die gaan eigenlijk allemaal weg. Ja. Of verkocht, we hebben meepraters, of verkocht voor de particulieren. Sector, dus mensen die willen trainen met de honden of mensen die graag wat hobby schapen rondom huis hebben. Deels wordt er ook verkocht voor de begrazing, maar helaas trekken de rammetjes aan de kortste eind en gaan die voor de slacht. Vind ik wel heel grappig. Ja, is natuurlijk hartstikke leuk, maar die Suffolk schaapjes zijn dus een stuk rammen, zijn dus een stuk kleiner dan de... De Suffolk rammen zijn veel groter, veel grover van bouw. Veel groter, ja. Als de Kempen. Ja. En die is niet van jou. En de Kempen rammen die zijn wat smaller gebouwd, veel natuurlijker. Terwijl de Suffolk ram veel meer vlees hebben. En dus veel meer massa en body. En daardoor automatisch zijn de lammeren ook al wel wat groter. Dus dat was ook voor jou een reden om met de Suffolk rammen te... Ja, sowieso omdat ik niet alle lammetjes zelf aan kan en wil houden. En er dus een deel weggaat, hebben we ervoor gekozen om hetgene wat we aan Suffolk hebben, om dat gewoon te verkopen. Ja. Hey. Nou, prachtig zeg. Ja. Jut en Jul. Nou, Tineke, een aantal fleslammeren zijn er al in het hokje. Hoeveel zijn dat er nu? Hoeveel zijn het er? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er zit er nog eentje. Dus 9. En hoe gaat dat? Is dat makkelijk, dat fles geven? Je ziet het wel. Het lammetje is eigenlijk van nature al op zoek naar een speen. Nou, of dat het nou mijn vinger is of in mijn knieholte of waar dan ook. Ze zoeken altijd wel. Dus we zijn eigenlijk op zoek naar het uier van de ooi. Een lammetje wat langer bij de ooi heeft gelopen, omdat het in het begin misschien wel goed ging en later niet. Is moeilijker om over te wennen op een fles met een plastic speen als een lammetje wat gelijk overgaat. Maar in dit geval, deze die doet het allemaal goed. Dus pakken de speen heel goed. Ja. Nou, ben benieuwd. Laat maar eens zien hoe dat gaat. Nou, het is wel heel hongerig of niet? Lekker gulzig. Zijn ze altijd zo gulzig? Ja, als ze het eenmaal kennen, dan staan ze eigenlijk allemaal wel te popelen. Ja. Je ziet ook wel eens van die flessen opgehangen, maar dat... Ja, dat doen wij ook. Ja? Maar eigenlijk pas als we zeker weten dat ze allemaal goed de fles kennen, dan maken we gewoon een standaard, een houder waar we de flessen inzetten. En we er niet per se bij hoeven te blijven zitten. En wat gebeurde nou met deze lammetjes? Gaan die weg of blijven die bij de kudde? Die hebben dezelfde bestemming als alle anderen. Als het een ooitje is, dan heeft hij wel de meeste kans om mee te gaan in de kudde. Als het een rammetje is, dan meestal trekken ze aan het kortste eind. Maar, Want wat gebeurt daarmee? Wat gebeurt er met dat? De rammetjes die worden of ingezet als dekram. Dat is een optie. Maar goed, er worden 424 lammetjes geboren. Dus het kan goed zijn dat we de helft rammetjes hebben. Ja, en die gaan eigenlijk allemaal naar de slacht. Ja. Dus buiten dat er misschien een enkeling uitgehaald wordt als dekram. Ja. Ja. De lammertijd is, er worden natuurlijk gedurende de hele dag nieuwe lammetjes geboren. Ze starten altijd in een groepshok. Alle drachtige dames zitten in één hok. Wel gescheiden op eenlingen en tweelingen. We weten dus precies uit dit groepje komt maar één lammetje en uit dat groepje komen twee of drie lammetjes. En ze worden daar ook geboren in de groep, daar is de ooi het meest op zijn gemak.
vanaf het moment dat ze de lammetjes gewoon mooi schoon hebben gelegd en dat de band oké is, dan gaan ze door naar een kraamhokje. In het kraamhokje daar wordt de gezondheidscontrole gedaan. We controleren de ooi op het uier, of dat ze genoeg melk geven, of dat het uier goed is. En het gebit. Het lammetje wordt de navelstreng ontsmet en gekeken of dat die verder helemaal gezond is. Hier blijven ze één nachtje en vanaf dan krijgen ze een oornummertje, dat is verplicht. En dat, als ze het oornummertje hebben, dan gaan ze terug naar een groepshokje, het kleuterklasje. En dat is eigenlijk de basis. Maar natuurlijk gaat er ook wel eens iets fout. Dus verlossingen, zorgen dat als een ooi het lammetje niet wil, dat je ervoor zorgt dat ze het misschien toch nog gaat accepteren. Of kan alle kanten eigenlijk op. Ja. En fysiek natuurlijk erg zwaar, want het is allemaal de hooienruiven die gevuld moeten worden. Ja, zo'n hooruifje die je hier ziet, die eten ze in een dag leeg. En ze blijven eigenlijk de hele dag eten, los van dat het herkauwers zijn, want ze eten het eigenlijk twee keer. Hè? En dus ze eten natuurlijk hooi, maar ze krijgen ook iedere ochtend brokjes en dan echt schapenkorrel. En dat is een beetje afhankelijk of dat ze één of twee lammetjes hebben, hoeveel ze dan krijgen. Nou, Tineke, het was hartstikke mooi om in jouw bedrijf een kijkje te mogen nemen. Maar wat gaat er nu verder gebeuren? Wanneer begint de begrazing weer bijvoorbeeld? Nou, we hebben een redelijk strak schema eigenlijk voor het jaar. We beginnen het jaar met de lammertijd. Dan hopen we dit jaar weer de lammertijd af te kunnen sluiten met de lammetjesdagen. Dus de maatregelen het toelaten. Die zullen 19 en 20 maart zijn dan. En dan per 1 april dan vertrekt de kudde weer de natuurterreinen in, met name de gemeente Venray en het Limburgse Landschap. Op alle gekke plekken in Venray waar je een grote kudde ziet, dat zijn mijn schapen. Okay. Dus ze staan in stadsparkjes, maar ook in het bos. Je kunt ze gek eigenlijk niet bedenken. In Venray, IJstein, Vredepil, Oostrum, overal. Ja. Oh, mooi. Ja, en we maken in totaal 3 rondes. Dus we beginnen in april. We maken een ronde vanaf Venray. Starten we en dan maken we de ronde en dan eindigen we eigenlijk in de Vredepil. En dan die ronde die maken we nog 2 keer. Ja. Dan doen we 3 keer de graslanden en 2 keer per jaar de heideterreinen. Oké. Okay. Ja. Ja. Dat is een heel werk, hè? Ja, ze houden me goed bezig. Ja, ze houden je goed bezig. En het is natuurlijk 24-7 het hele jaar door, of niet? Ik ga ook wel een keer naar huis natuurlijk, maar je bent wel altijd verantwoordelijk, ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar dus... goed, daar kies je voor. Ja. En dat, Wat vind je nou het mooiste aan het vak, zeg maar? Fysiek. Het fysiek bezig zijn en de levende haven. Ja, 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 dat is ook ontzettend mooi om zo dichtbij te mogen staan. Ja, lekker buiten zijn. Ja. En wat ik zeg altijd, het is hard werken, maar je krijgt er ook echt wel wat voor terug. Dus, oké, okay. Mooi. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.